Musical World Awards brengen ons overal. We staan hier nu in een willekeurige nieuwbouwwijk waar een van onze winnaressen aan het oefenen is voor iets nieuws. En ze gaat ons vast straks vertellen wat ze gaat doen. Inmiddels zijn we binnen en sta ik naast Tessa van Tol, de winnares voor de Musical World Award voor aanstormend talent. Voor de doorbraak van het afgelopen jaar voor The Little Mermaid. De voorstelling is afgelopen, maar de award is nog levensecht. En die ga ik nu aan Tessa uitreiken. Tessa, gefeliciteerd met de Musical World Award. Ja, onwijs bedankt. Echt, echt te gek. Super, super leuk. Ja, we wisten natuurlijk allemaal, nu ook echt in je handen te hebben, dat zou echt... Dat is mooi ook. Hoi Tessa. Hoi. Hoe kijk je terug op de voorstelling? Dat is inmiddels al een tijdje terug. Ja, als een unieke ervaring eigenlijk wel. Een heel bijzonder stukje uit mijn leven tot nu toe. ik heb zoveel geleerd. Ik heb zoveel fantastische mensen ook ontmoet. Het was echt, echt uniek. En ik kijk er met heel veel plezier op terug. En het was goed. Het was mooi voor zolang het duurde. En nu weer op naar volgende dingen. De volgende ding is waarschijnlijk de reden dat wij hier in deze huiskamer staan. Ja. Kan je er iets over vertellen? Wat ga je doen? Ik ben van Disney Amerika. Ben ik gevraagd om op hun cruiseschepen mijn eigen solo one woman show te geven als guest star appearance. Zo? Ja. Dus dat is echt te gek. Als eerste Europeaan ook. En wat kunnen die mensen die cruise boeken precies van jou verwachten? Nou, ze krijgen een 45 minuten show van mij, als one woman show eigenlijk, met een pianist, met Bernd van der Bos. En die gaat begeleiden. Ja, die gaat me begeleiden, daar ben ik onwijs blij mee. Dus dat is echt gek. En ze leren mij eigenlijk kennen. Het verhaal gaat, we beginnen echt bij mijn jeugd. Dus ook door middel van Disney songs. En wat die songs voor me betekenen, uiteindelijk naar mijn popcarrière, door... Naar de songs die ik zelf geschreven heb. En dan eindigen we uiteindelijk bij Mermaid. Het is een soort van kort levensverhaaltje. Ja. Dat zal heel spannend zijn. En wanneer gaat dat gebeuren? Ik ga er twee doen. Ik ga, in mei heb ik één cruise. En in september heb ik een andere cruise. En dat is allebei in Amerika? Ja, we doen de Transatlantic. Dus van de eerste vliegen van Florida. En dan gaan we terug naar Barcelona. En in september gaan we van Barcelona naar Puerto Rico. Dus ja... Oh, dat is een aardig eindje varen. Het is een aardig eindje varen. En ik moet zeggen dat ik een heel klein beetje huiverig daarvoor ben. Want vroeger zei ik, nee, ik ga nooit op een boot. En nog helemaal niet over de Atlantische Oceaan. Maar ja, dit is zo'n unieke kans. En ook het feit dat ik mijn hele show zelf mag maken. Ik mag alles zelf bepalen. Dat was zo uniek dat ik natuurlijk meteen ja gezegd heb. Wacht bij Disney dat alles Disney zou moeten zijn, maar je mag dus ook wel eigen dingen doen. Ja, absoluut. Ja, ze hebben me complete vrijheid gegeven, want ze hebben me natuurlijk ontmoet tijdens Mermaid. Dus daar kennen ze me van, maar ze kennen ook mijn achtergrond als solo-artiest. En ze weten ook dat ik zelf schrijf. Dus er moest wel echt een aandeel aan Disney songs in zitten. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal niet erg. Het is prachtige muziek. En daarnaast is inderdaad ook pop en mijn eigen nummers. Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier in ieder geval alvast. Dankjewel. Dankjewel. Lieve bezoekers van Musical World, onwijs bedankt voor het stemmen. Ik ben er onwijs, onwijs blij mee. En bij deze wil ik ook nog even zeggen dat ik het absoluut niet gedaan had kunnen hebben zonder mijn lieve cast en crew. Want die hebben ook ervoor gemaakt dat de show fantastisch was. Waardoor ik ook elke avond een fantastische show had. En waardoor jullie hopelijk van onze show hebben kunnen genieten. Dus onwijs bedankt voor het stemmen. En wie weet tot snel.